Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Voort. Het is vandaag maandag, dat betekent dus dat ik een nieuwe week vlog heb. En deze week begin ik met mijn nieuwe stage. Ik ga thuis stage lopen bij het bedrijf Engrain. Ik denk niet dat jullie het kennen, maar het is een soort bedrijf in Amsterdam wat voor andere merken content maakt. Ik ben echt super benieuwd hoe het gaat zijn. Het is super vroeg, ik moet om 9 uur zijn, dus ik moet om 7:30 al weg. Ik heb me helemaal omgekleed en zo, dus het is volgens mij rond 7 uur. En ik ga eventjes wat eten en zo, en dan ga ik onderweg. Ik zou het trouwens heel leuk vinden als je vast hieronder beneden abonneert op mij, deze video een duimpje omhoog geeft en me te volgen op Instagram. Hier plaats ik ook regelmatig updates over mijn YouTube kanaal als ik een nieuwe video heb geüpload of als ik bijvoorbeeld een Q&A wil doen. Dus wil je dat niet missen, vergeet me niet te volgen. Oké, het is inmiddels 8 uur. Ik kom net thuis van stage en ik heb snel wat gegeten. Ik stond heel erg in de file, dus ik was echt super laat thuis. Oké, ik ga even over mijn eerste stage dag vertellen. Het was echt super leuk. Ik werd meteen heel warm en gezellig ontvangen door iedereen. En iedereen die er werkte was echt top. Het was echt super leuk. Ik heb echt, ik kwam om 9 uur aan en ik ging rond 5:30 weg of zo. Maar het was een lange dag en dan heb ik natuurlijk gewoon even alles uitgelegd moest krijgen. Hoe het daar alles ging. En ze hebben een bepaald systeem moest natuurlijk werken. En het was gewoon echt top. Gewoon een leuke eerste goede indruk. Ik heb echt super veel zin om aan de slag te gaan. Ik ga vooral me bezighouden met de social media. En ik ga het denk ik wel heel druk krijgen. Dus dat betekent dat ik denk niet tijd heb voor extra video's. Af en toe een mukbang of zoiets. Maar veel tijd ga ik niet krijgen. Dus ik ga ook stoppen met mijn baan bij de Spar. Want ik werk dus bij de supermarkt in Spar. Daar ga ik ook mee stoppen. Want dat ga ik gewoon niet trekken. Morgen moet ik weer vroeg op. Ik moet elke dag rond 7:30 opstaan. Dus dat is echt prima te doen. Ik moet er ongeveer 9:30, 9:15 aanwezig zijn. Dan begint zo'n 9:15 als het gewoon met een gesprek van wat iedereen vandaag die dag gaat doen. En dat soort dingetjes. Weet niet precies wat ik jullie allemaal kan vertellen. Zeg maar wat jullie leuk vinden om te horen. Laat even in de reacties weten wat jullie bijvoorbeeld willen weten over stages. Gewoon echt leuk dat ik gewoon een superleuk bedrijf heb. Ook echt leuk is dat ze elke dag gewoon om 12 uur een gezamenlijke lunch met iedereen heeft. Wordt er gewoon een hele lunch geregeld. En weet ik het allemaal. En ja, ik heb echt, echt geluk. In ieder geval, ik vind het echt superleuk. Dus ja, ik ga nu even uitje rusten. Want ik ben echt kapot van deze dag. Morgen moet ik weer vroeg op. Dus ik ga ook niet heel veel doen. Oké, het is inmiddels 10 uur. Ik ga even mijn make-up eraf halen. En mijn tanden poetsen. En ja, dan ga ik echt gewoon naar bed. Morgen weer vroeg op. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en het regent fucking hard. En ik ben nu aan het lopen naar de bushalte. En het is echt te hard aan het regenen. Ik ga helemaal stuk. Maar ik was wel gebracht door mijn vader. Maar oké, het is inmiddels weer avond. Ik heb echt weer een superleuke stagedag gehad. Het was wel een iets andere dag dan normaal. Want we hadden in de ochtend een workshop. Die was echt best wel leerzaam, zeg maar. En dat was echt wel heel leuk. En daarna gingen we met z'n allen lunchen. Dat was super gezellig. En heel lekker. En toen hadden we een meeting over dat ik zeg maar een beetje ging doen en zo. En daar heb ik nog heel eventjes gewerkt aan wat dingen. En toen ging ik rond 6:15 naar huis. Dus ik heb net even wat gegeten. En dan ga ik zo meteen denk ik even lekker in bad. Because I need to chill. Dad. Chill. Pak voor je wil. Haha. Goedemorgen allemaal. Het is weer aan het regenen. Ik ben weer naar de bus aan het lopen. Oh, dat is zo vies. Maar ik moest weer haast staan snel. Dus daarom vlog ik nu pas. Maar het is echt helemaal kut weer.
Het is koud. Ik ben nu aan het lopen naar mijn stage. En het is echt fucking koud. Ik heb jullie trouwens gewoon niet laten zien wat ik aan heb, maar ik heb deze truijurk aan met een panty. Hé, hey Mark. Hé, hey, wat is dat? Oeh, nieuw toy. Another day at the office. The only means of transportation is chairs. Apparently kunnen we niet lopen. Nee. Wat zijn we aan het doen? Nou, kijk deze leuke foto. Look at us. Moet die live version doen. Ja. Die is leuk. Wacht, die is echt leuk. Yay. Jammer dat er geen zin geluid bij. Ja, volgens mij wel live zo. Ja, je hoort Jeff heel hard. De zon is alweer weg. Hij is alweer weg. Nu struggle. Everything's going on. Wat struggles. Ik vind het leuk. Jij het zat like vast met een pen in dat gat daar. Ik vind het leuk. Jij bent vlogland en ik ben Insta Stories. Altijd verticaal. Ja, de struggle is real. Oh, geen halen. Ja. Ja. Zou je het zo zien? It's time to, you know. Let go. Yeah, it's time to. Say goodbye. Otherwise, we'll kill you. Oké, ik gebruik nu een heel grappig ding. Wat zie je het hierin? Nu zeg maar, mijn telefoon was met zo'n houder. Dus nu gaat hij zo vloeiend zo. Heb je hier gewoon in? Nee. Ja. Het ligt niet aan jou. Koffie. Ik heb wel koffie internet. Nee, bij mij is het maar ik wil wel vast. Koffie, ja. Koffie? Ja. Ik ga wel even mee. Oh, jullie gaan ook de koffie halen, hè? Joep. Wil je koffie? Ze zijn nee, nee, koffie. Jullie. Kijk. Ik wil die koffie toch niet zo... Ik loop wel even mee. Kijk, maar dan kun je ook gewoon gelijk filmen en shit. Het is dit. Heel cool. Ik ga koffie halen. We gaan koffie halen. Ja. Ik moet nog even bedenken hoe dit ding werkt. 19 kan sowieso niet. Dit is het. Naam zegt tussen de 16. Wow, zeg je dat? Hij draait. Dat zou normaal. Hij ging helemaal zo. Dit is 13, jongens. Oh, kijk. Maar je hebt zeg maar zo'n story feature. I don't want video tutorials hier. Kan ik kiezen voor een style? Ja, dat is echt leuk. Voor mijn fashion bijvoorbeeld. Dat is dit automatisch. Zo, so, record. Dan kan het ook sneller, langzamer. Mooi achterhoofd. Fashion. Ik wil het terug zien. Danger. Ik ga hard. Oh. Ik knalde het tegen een deur aan. Ja. Ik krijg steeds de pills. Nee, oh, ik moet snel zijn. Ik krijg steeds de pills. You got this. Ik heb dus net mijn rijbewijs opgehaald. En nu ben ik naar huis aan het rijden. Pap niet zo dichtbij. En ja, dat is helemaal leuk. Nou, ik ben even een rondje aan het doen met mijn moeder. En we zijn even langs de McDrive gegaan. En we hebben lekker een sundae met chocola. En ja, gaat helemaal goed te rijden. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik heb helemaal nog niet gevlogd, want dat was ik vergeten. Want ik was me aan het klaarmaken en zo, en toen moest ik snel weg. Ik kom alleen iets te laat, want deze trein is dus iets vertraagd. En die trein daarvoor had ik niet geraakt, omdat ik in de file stond met mijn bus. U bevindt zich in de Intercity. Maar in ieder geval, ik ben natuurlijk dus onderweg naar stage. En ja, ik moet nog even iets eten halen voor ontbijt, want ik heb nog niks gegeten en ik heb helemaal niks mee, dus...
Dat moet ik ook even doen. Nou, ik zit nu op kantoor. Er is op het moment eventjes niemand, maar ik ben even mijn stageplan aan het maken en het uitbreiden met het einde van de week of begin volgende week ingeleverd worden. Maar ja, dit is eigenlijk dus de plek waar ik altijd zit, hier of daar. Ja, je mag gewoon zelf een plekje kiezen. Oké, mijn stage dag zit er weer op. Het was ja, best wel een goede dag eigenlijk. Ik heb best wel maar veel gedaan. Dus dat was wel even top. Ik heb mijn hele stageplan af, dus dat is ook super chill. En het is nu 6:00. Ik ga nu lopen naar metro, ga ik naar huis en ga ik lekker chillen. Oh, nou jongens. Ik zit bij mijn zus in de auto. We gaan even langs de McDonald's. Ik vind het zo mooi dat Sarah nu kan rijden. Ja, eindelijk. Echt leuk. Okay. Oh, wat wil ik nou? Wacht even hoor. Ja, doe maar iets van een sundae. Ja, welke? Een karamel. Ik wil 1 sundae karamel. Ja. En 1 medium friet met frietsaus. Dat was hem. Dat was hem. Voor de 5,65 mag ik door naar deze vraag. Ja, dankjewel. Lekkerder. Je kan nu met Apple Pay betalen, hè? Oh ja. Nou, Saar, ben je hier opgereden? Ja, gisteren. Oh ja. Hop, 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 hop. Ik vind het zo mooi, echt. I love it. Ik ook. Maar het is wel heel fijn. Ja, dit is goed. Ik heb lekker frietjes. Ik heb een ijsje. Ik heb je echt lang niet gezien. Nee. What the fuck? Echt. Wanneer was het laatst? Nee, ik weet niet. Echt, ik denk wel 2 weken of zo. Ja. Wanneer was het laatst? Nou. Zo, kan ik me niet eens herinneren. Ze heeft me even 1000 surveys. Ja, met opa en oma's feestje of zo. Mm. Toen bij Dylan geslapen en zo. Ja, dat was. Op een zondag. Niet vorige. Oh, de 27 oktober. Zo. Dat is al lang aan het zo. Dat is 3 weken geleden. Ja, want het kwam. Want ik heb mijn tentamens gehad. Mm-hmm. 3 weken lang zowat. En nu stage. Ja. En ik heb nu ook wel druk met school. En werk. Ja. Ik ben zo druk. Ik ook. Ik heb bijna geen avond vrij, gewoon. Maar geen dag. Ik heb alleen een avond vrij. Nee. Maar je stage is tenminste wel leuk. Ja, heel leuk. Nou, dat is echt leuk. Dit is een stuk karamel, echt dit. Ja? Ja, vind je houdt toch helemaal niet van karamel? Nee. Ja, hoezo neem je dit dan? Ja, ik vind die nootjes... Ja, en chocola vind ik ook weer niet. Chocola is heel lekker. Wel? Ja. Oh. Hoe vind je? Ja. Ik heb al patat op vandaag, maar boeien. Ah, joh. Echt een McDonald's patat. Niet lekker zien. Vers. Ja. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Mijn laatste stagedag van deze week. En dan moet ik morgenochtend ook weer vroeg werken. Maar ik ga dus stoppen. In ieder geval, ik ga even kijken. Want ik trek dit echt niet hoe en wat. En ja, ik moet nu snel gaan. Ik ben nu... Je ziet echt heel erg lekker in mijn bril. Anders moet je via... Ja, bijna krijg je het. Ja, zo gaat het wel. Ik ben nu op werk met Samantha. I got lighting. Zo. Dus je maakt het heel een mooi licht. En net hebben we een soort fotoshoot gehad. Dat was wel leuk. Zeg maar voordat ik... Ik kom op de social media van dat ik hier nieuw ben. Dus heb je de foto's nog niet, hè? Ja, nu heb ik een wel. Oh, zullen we even een paar laten zien? Dan hebben we op Slack. Ook okay. Gekke foto's erbij. Die paraplu gestik. Maar nice. Je hebt ze nog geopend. Let's see. Daar de testfoto's. Ja. Ik had niet die paraplu zien. Die zijn leuk. Ik ga stuk. Props en engraven. Dit is cute eigenlijk. Dit is wel like product. Ja. These are nice. Ja. If it brightened up us like trying to figure it out. Ooggewicht altijd. Dit is zo cool. Oh ja, met die plant. Je hebt in ieder geval een paar leuke voor Instagram. Ja. Dat is de beste one, this is it. Dit is ook nice. Staring outside of the window. Ja, waar is even die laatste, denk ik, van deze. Also, also pretty, okay. I studied about Rembrandt. Natuurlijk, ja. De achtergrond is gaaf. Ja, dat is heel cool. Heerlijk lig ik in deze stoel. Oké.
Je komt dan binnen via de deur. Of dat knippen we eruit. Huh? Kijk op binnen via de deur. Hé, hey, what's up? Nee, maar juist dat is de kick. Ja, alleen. Gewoon met dat ding te komen en dan zit ik. Ja. Dan alsof ik een. Ja? En dan mag je het nog. Oké. Gelijk. Maar de setting is daar niet. Let's go. Oh, he's focusing on that guy. Lol. Anders. Nee. Ik wil jullie helemaal niet. Ik wil even Odo. Game night. En alcohol. Moeten wij ook misschien nog even met kerst of met... met You said it correctly. Je kan het zo. The war and chaos have descended upon the realms of men. In Westeros, the dead of... Maar goed, ik zie er letterlijk echt niet meer uit. Maar het was echt super gezellig. Vanavond hadden we nog lekker KFC gegeten. Super chill. En daarna hadden we een board game night. Dus het was echt super gezellig. En nu ben ik in de trein om naar huis. En morgen moet ik dus om 7 uur werken. En ik ben dood. Oké, ik sta nu bij de bushalte. Maar jongens, ik ben zo dood. Moe. Het is echt niet normaal. Mijn vader wil me gelukkig ophalen. Dus hoef ik niet naar huis te fietsen. Maar ja, ik ga het echt niet trekken om... En op zaterdagochtend nog om 7 uur 's ochtends te werken. Want ik werk normaal nooit 40 uur in de week. En ik ben het helemaal niet gewend. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk in mijn bed lig, want I can't. Oké, ik kom net van werk. En mijn schatje patatje ligt lekker bij mij. Hey. Cutie. En ja, dit was eigenlijk mijn laatste werkdag. Ik heb de ontslag genomen. Het was wel even moeilijk of zo, want ik werk er natuurlijk al zo lang. En dan, ja, maar ja, ik vind, ja, het is wel beter, want ik ga het gewoon niet trekken om zoveel te werken. En misschien wil ik daarna ook weer wat anders gaan doen. Dus ja, het is wel beter. Nu ben ik eindelijk voor het eerst in 5 jaar vrij op een zaterdagochtend. I love it. En dit is mijn schatje. Oh, ik hou zoveel van jou. Ik ga nu lekker even slapen, want zoals je kan zien zijn mijn wallen van hier tot Afrika. Ik lig nu in bed. Ik ga eventjes proberen te slapen, want ik ben zo moe. Ik ga even een filmpje kijken en dan gewoon een beetje in slaap vallen. Oké, het is avond. Je ziet me niet eens. Ik ga stuk. Oh mijn god, ik zie echt niks. Het is fucking koud. Maar ik ga naar Roxanne toe. Oké. Dit gaat sowieso binnen 1 minuut omhoog. Maar ik ga naar Roxanne toe. Want we gaan gezellig even wat eten. En een filmavondje. Nee, heb ik nou die sleutel in de deur laten zitten? Oké, maar ja, ik moet even navigatie hebben, want ik weet dus niet hoe ik met de auto daar moet komen. Of ik kan even proberen ook dat via deze navigatie doen. Alles wat begint, eindigt. Jongens, onder naar huis. Ik heb hem echt neergezet. Ik heb geen idee of dit goed gaat. Alleen heb ik geen idee hoe ik mijn telefoon kan aansluiten. Want ik wil zeg maar mijn muziek aansluiten. Maar ik heb nog geen idee hoe ik dat ga doen. Maar ja, het komt wel goed. Ik ben echt blij dat ik gewoon lekker met de auto naar huis kan. Ik vind het soort van nog best wel een soort spannend. Nou, spannend, maar een soort gek om alleen te rijden. Want ik ben dat echt niet gewend. En ja, ik weet niet. Het is gewoon, ja. Het blijft toch anders. Oh mijn god, mijn camera gaat helemaal weg. Oké, ik ga even stoppen hiermee. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik kom net uit de douche en ik heb me even snel opgemaakt. En ik ga nu naar Isabel toe, naar haar nieuwe huis. Want ze gaat zeg maar weer verhuizen. Ze woonde vroeger naast me. Vroeger woonden we naast elkaar. Voor de mensen die ons sinds way back kijken, die weten dat denk ik wel. Oh mijn god, mijn haar nu. Maar... nu is ze een tijdje ergens anders heen verhuisd. Wat ook alweer ongeveer 2 jaar is nu. En nu gaat ze weer zeg maar terug hierheen verhuizen waar wij wonen.
En daar ga ik even heen, want ze zijn daar aan het klussen. Dus ik wil even kijken hoe het er allemaal uitziet. Dus dat ga ik even doen. En ik ga denk ik gewoon lekker met de auto. Because why not? Lekker zoveel mogelijk rijden. Want dan leer ik het zo goed mogelijk. En ik ben van plan om vandaag een video op te gaan nemen. Oh mijn god, mijn haar is echt helemaal klitterig. En ik ben van plan om vandaag een video op te nemen over mijn opleiding. Want daar krijg ik echt heel veel vragen naar. En natuurlijk vooral nu iedereen weer voor school aan het kijken is en zo. Krijg ik daar veel vragen over. Zo. Dan ga ik er vandoor. Ik zie er echt niet bijzonder uit. Ik heb gewoon een trui en een broek aan, maar maakt helemaal niet uit. Ik ga. Oké, ik ben uiteindelijk niet meer naar Isabel haar huis gegaan. Want ze was eigenlijk al klaar met alles. Dus ging zelf ook naar huis. Maar ik heb wel even wat dingen gekocht. Bij de kruidvat, want ik had een paar make-up dingen nodig. En shampoo en zo. Ik ben gewoon buiten adem van de tap oplopen. Oké, ik heb als eerste een nieuwe foundation, want die had ik echt nodig. En deze was 1 plus 1 gratis. Deze van Bourjois. Dan heb ik een nieuwe beauty blender, want die van mij is uit elkaar gevallen. Dit is niet eens een echte beauty blender. Ik heb geen idee of deze dus goed is, maar dat gaan we testen. Ik heb namelijk nog nooit gehad van de kruisvat, want dit is de echte beauty blender, maar dit kan niet. Dit slaat nergens op. En kijk, mijn foundation is echt helemaal op. Oké, poederkwast. Dan shampoo. En ik heb deze nieuwe soort conditioner. Ziet er wel goed uit. Dan nog een beauty blender. Deze, ik had hem even al open gemaakt deze. Want even kijken hoe die is. Maar het is best wel hard nu. Maar ik denk dat hij gewoon even goed nat gemaakt moet worden. Oh mijn god, alles hier is ook gek. Dan een nieuwe concealer. Deze heb ik wel eens vaker gehad. Deze is best wel goed. En deze echt 4 euro. Even kijken, was dat? Was het? Ja, dat was hem. Oh my god. Gaat een vodka fles naar beneden. Deze is niet eens van mij. Deze is nog van Isabel. Ik weet echt niet wat het hier op de grond doet. Maar alright. Ik ga nu een video opnemen. En dan ga ik vanavond deze vlog editen. De andere edit als het lukt. Ik ben lekker nibbits aan het eten. Love it. Ik ga even deze beauty blender uitproberen. Kijken of die goed wordt. Ik zal het meteen wel voor jullie laten zien. Dan kunnen jullie hem ook gebruiken. Want een normale beauty blender is echt 20 euro. En deze was 3 euro. Even serieus. Oké, hij is wel iets zachter geworden, maar niet echt heel veel groter of zo voor mijn gevoel. En het voelt op zich best wel goed aan. Ik had hem hij is wel gewoon veel harder als een normale beauty blender, maar ik denk dat dit ook wel gewoon prima is. Misschien is hij van mij zo oud dat hij gewoon te zacht is geworden, maar kijk, dat deed pijn. Kijk, dit is een normale beauty blender. Die kan je echt. Kijk, dit is een normale. Die kan je echt helemaal zo inknijpen. En deze is wel echt. Ik weet niet. Het is wel veel harder. Maar ja. Ik zie wel hoe het is. Anders is het 3 euro. Dus dat maakt helemaal niet zoveel uit. Oké, weet je wat? Ik ga hem gewoon meteen uitproberen met deze concealer. Ik heb al concealer op, maar ja. Ik kan ook meteen de concealer testen. Ik vind het prima. Ik vind het echt helemaal prima. Ik heb geen idee of dit dus de goede kleur voor mij is. Ik heb
nummer 54. Maar ik vind dat zo lastig te zien in zo'n winkel. Want daar heb je echt van dat nep, van dat witte neppe licht. Oh, hij ziet er wel echt heel goed uit. Oh, ik heb een beetje te veel. Oh ja, perfecte kleur. Love it. Echt perfect. Oké, ik heb inmiddels een video opgenomen. I love the lighting. Had ik het maar bij elke vlog zo. Nee, ik heb net een video opgenomen over mijn opleiding. Ging helemaal goed. Mijn camera lag alleen nog bij Isabel. Dus ik heb het gefilmd met mijn telefoon. Maar look at this. Hele setup. Maar nee, het is eigenlijk best wel goede kwaliteit gewoon. Dus dat is helemaal top. Ik ga denk ik nu even wat avond eten. Want ik heb super veel honger. Oké, we hebben het super lekker gegeten. En ik ga even deze weekvlog editen. En als het goed is en als ik tijd heb, de video die ik vandaag heb opgenomen. Dus ja, ik ga lekker dat in mijn bed doen. Oké, het is dus inmiddels zondagavond. En ik heb de hele avond zitten shoppen online en ik heb niet de vlog geëdit, dus nu haat ik mezelf. Laat zien wat ik heb besteld. In ieder geval, ik moet nog kopen, want ik moet even die random reader pakken. Fucking kut Rabobank. Dat je altijd met dat ding moet betalen. Maar ik zal het even laten zien. Eerst dit rokje. Dan die strijf, want ik heb echt gewoon lekker een trui nodig en deze zag er wel leuk uit. Dan dit jasje. Dan deze tas. Zo, leuk dat. Dit blouseje en deze. Dat is helemaal leuk. Because ik heb echt nieuwe dingen nodig. Ik heb alleen maar kutkleding. Dat is altijd zo. Maar ja, eigenlijk, het is nu kort voor 11. Dus ik ga ook lekker slapen. Ik moet morgen weer super vroeg op. Dus ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Zeker niet op mij te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video plaats. En je wil mijn video's natuurlijk niet missen. Vergeet ook niet een blauw duimpje omhoog te geven. Me te volgen op Instagram en een reactie achter te laten. Want ik vind het altijd super leuk om jullie reacties te lezen. Bedankt voor het kijken naar deze In de Beek vlog. En dan zie ik jullie volgende week weer. Oh nee, trouwens. Dan ik jullie zie met de video over mijn opleiding. In ieder geval als je die kijkt. Bye bye.